Wat zijn apenpokken? Apenpokken is een virus, dus een ziekte die leeft bij apen en die soms overspringt, overgedragen wordt naar mensen. En dan kunnen mensen daarvan ziek worden. Nu, het is zeldzaam en het gebeurt vooral bij mensen die in streken leven waar ook apen leven. Zoals in Afrika bijvoorbeeld. Maar nu zijn er toch bij ons ook hier en daar enkele heel zeldzame gevallen opgedoken. Word je er ziek van? De klassieke symptomen zijn een beetje gripperig, koorts en het meest duidelijke zijn blaasjes op je huid. Eigenlijk dikke blaasjes waar vocht in zit en dat zijn die pokken. Maar de meeste mensen die genezen vanzelf na een week of twee, drie zonder problemen. Moeten we ons zorgen maken? Nee, omdat het veel minder besmettelijk is dan corona bijvoorbeeld. Ik geef een voorbeeld. Als er in je klas een kindje zit met corona, gewoon door daar te zitten, kan dat andere kindjes gaan besmetten. Met dat apenpokkenvirus is dat niet het geval. Dan heb je echt al heel intensief contact nodig. Moet je op elkaar gaan klauteren, bij wijze van spreken, om elkaar te kunnen besmetten. En meestal is het ook wel duidelijk dat iemand ziek is, wat die krijgt van die blaasjes. Daardoor is de kans dat het een hele grote epidemie wordt, eigenlijk zo goed als onbestaande. De video heb je gecheckt. Nu nog liken. Ja, daar beneden zo. En hier vind je nog meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.